Goedemorgen Mark, hoe is het? Ja, goed, met jou? Ja, goed hè. Ja, ik zit er thuis, maar over het Kom algemeen gaat het jij de goed. dagen een beetje door? Ja, we komen de dagen wel door. We hebben een trainingsschema van de Graafschap uitgekregen. En ja, nu gewoon veel tijd met de vrouw en de kleine. Dus dat is ook wel fijn een keer. We zitten niet zo heel ver uit elkaar, een kilometer of 15. Jij zit nu in Lengel en ik in Doetinchem, maar we hebben wat vertraging op het geluid. Maar goed, we laten hem gewoon lekker doorlopen zo. Hey Dat is Ralf, goed. ik heb aardig wat vragen binnengekregen van mensen het afgelopen weekend. Dus die gaan we maar eens even doorlopen. Dat is goed, Mark. Laat me horen. Ik heb een vraag van Jody en die vraag: vind jij jezelf meer een 9 of een 10? Dit huidige systeem en spelsysteem vind ik mezelf meer een 9. Omdat wij toch als de Graafschap wel proberen druk vooruit te zetten. Al lukt het niet altijd even goed. Maar dan ben ik dicht bij de 16. Dat vind ik altijd prettig. En als dat niet het geval is, dan is het voor mij moeilijker om in de spits te spelen. Vraag van Vincent Bresser. Wat zou jij doen als je geen voetballer was? Die vraag heb ik al een aantal keer gekregen in mijn carrière. En dan zou ik toch wel, ik denk, een brandweerman zijn. Ook gewoon een actief beroep. Ja, redelijk in ieder geval. En ja, lijkt me wel een mooi beroep. Jos Broeks, een supporter in Hardenieren van de Graafschap, vraagt hoe het jou in Lengel bevalt. Nou, Lengel bevalt me top. We wonen heel rustig. Ik loop binnen 2 minuten het bos in. En ja, verder kun je met de kleine overal komen hier. Zonder dat je eigenlijk een auto of iets tegenkomt. Dus ja, dat zijn zeker voordelen dat je heerlijk tot rust kunt komen naast het drukke voetbal. Dan ga ik heel even kijken, Ralf, want ik heb ergens een vraag binnengekregen. Of ja, de Achterhoek, Wouter van Ditshuizen vraagt: is de Achterhoek mooier dan Limburg? Ja, zeker mooier dan. Dat Ja, meen de je serieus? omgeving. Nee, ja, de omgeving hier in Lengel zeker is mooier, zeg maar. Gewoon met de bossen en, ja, en de paarden, de dieren die je allemaal ziet in de weilanden. Alleen, dat is met Limburg. Kijk, als je het vergelijkt met Breda, zeg maar, Brabant, waar je vandaan komt, dan ziet dit er misschien wel mooier uit qua omgeving dan een drukke stad Breda. Maar omdat je daar je vrienden en je familie hebt, zeg maar, is het daar wel wat gezelliger voor mij persoonlijk. Hey, hoe ging jouw overgang naar de Graafschap? Hoe was jouw eerste indruk toen jij in Doetinchem kwam? Nou, mijn eerste indruk was goed. Ik heb natuurlijk een paar keer hier gespeeld op de Vijverberg. En toen, ja, toen zag je wel de beleving en de sfeer, zeg maar, in het stadion en van de mensen die de club een warm hart toedragen. Dus ja, dat was een mooie ervaring. Toen kwam ik hier en toen heb ik eerst met Peter en Mijke, de trainer en de technisch directeur, in gesprek gehad. En dat was heel positief. En vervolgens ja, zijn we rondgekomen, ben ik hier naar het stadion gekomen. En ja, een van de eerste trainingen kwamen de fans al naar ons toe om een hart onder de riem te steken. Ik heb een vraagje van Sander Gerritsen. Wat was tot nu toe je mooiste moment bij de Graafschap? Ja, de periodetitel, denk ik. Ja. Ja, een prijs toch een tastbaar iets. En dat was zeker wel het mooiste, denk ik. Was dat een voorlopertje voor het grotere waar je nou op zoek bent? Ja, we hebben uitgesproken dat we direct willen promoveren, het liefst via het kampioenschap. Dus als je dan zo'n boost krijgt voor de laatste 9 wedstrijden die je in zou gaan, 10 wedstrijden, dan geeft het natuurlijk wel een positieve boost. En we zaten in een goede vibe. En ja, 9 wedstrijden. 25 punten volgens mij. Dus ja, dat is natuurlijk ja, uitstekend. Dus ja, daar waren we tevreden mee en we zaten in een goede flow. En dat was wel iets waar we naar op zoek waren. En het is jammer dat het nu en wel volledig begrijpelijk, zeg maar, tot een eind is gekomen. Ja. Tijdelijk of wie weet, Ja. echt eindelijk. Daar hebben we het zo nog even over. Bert Hissing, die zegt: volgens mij heb je nog een jaar contract, hè, hierna, maar die zegt: zou jij voor langere tijd in Doetinchem willen blijven? Ja, als het aan mij ligt, nu zeker naar de eerste periode die ik hier actief ben, zeker. Alleen er zijn natuurlijk alle twee kanten, dus de club en de speler zelf. Maar als de club nu, zeg maar, naar mij toe zou komen om al iets te doen, dan zou ik daar nu zeker positief in staan. En waar zit je dan aan te denken? Zit je echt te denken nog aan voetballen of zit je te denken aan meer? Nee, ik ben ja, zeker nog voetballer. Ik voel me nog heel fit.
Als mijn contract word ik 32. Ik denk dat ik daar nog zeker nog 2-3 jaar mee kan. Ook gezien gewoon mijn speltype. Het is niet dat ik nog heel veel slomer word of iets. Dus dat is natuurlijk een voordeel. Als je nu kijkt naar het seizoen tot nu toe, Ralf. Hè? We zitten nu in deze fase. Ik heb een vraag binnen van Fabian Stoffelen. Die zegt, zou jij het seizoen af willen maken of zou je liever willen stoppen? En dat is puur jouw persoonlijke mening. Ik zou het seizoen graag willen afmaken, maar mits het veilig is. Dus ik heb geen zin omdat ik het virus oploop en naast in mijn omgeving besmet. Want daar kun je natuurlijk niet mee leven. Duidelijk. Barry van den Berg die zegt, oké, laten we vanuit gaan dat we promoveren naar de Eredivisie. Welke speler zou jij er dan graag bij willen hebben in Doetinchem? De derde keeper van Manchester City wil ik zien. En wie is dat? Ja, ik weet zijn naam niet, maar die heeft toen bij NAC ook een periode gezeten. De man is 2,04 meter en traint al 2 of 3 jaar volgens mij met de eerste selectie van City mee. En ik denk dat hij ons zeker wel kan helpen. Een vraag van Tom Klein Goldenwijk. Zou jij samen met Klaas-Jan Huntelaar in een 4-4-2 systeem kunnen spelen? Ja, dat zou kunnen. Met een beetje snelle jongens aan de zijkanten? Precies, dat is wel nodig dan. Ja. Maar dat zie je zitten? Ja, zeker. Dat is zeker een optie. Ja, ik denk dat ik klaar ben. Heel ervaren. Ja, ik ben ook ervaren, maar hij natuurlijk op een veel hoger niveau. Ja. Dus maar ik zou het wel mooi vinden. Jij hebt aardig wat gescoord dit seizoen. Je ligt op schema volgens mij. En Bert van Leeuwen die heeft een weddenschap dat jij er 20 zou maken dit seizoen. Denk jij als wij het seizoen afmaken dat je die 20 haalt? Ja, ik denk dat ik die 20 wel gehaald heb. Nog 10 wedstrijden. Ik sta nu op 16 goals en 10 assists. Dus ja, ik ben er wel van overtuigd dat ik het gehaald heb. Ik heb een vraag van, ik denk een jeugdspeler van ons, Tom Veenbergen, die vraagt aan jou, maar daar moet je maar even over nadenken, daar komen we nog een keer op terug. Hij speelt in de onder 12, of jij een keer bereid bent om uit te leggen aan zijn klasgenoten wat een speler in de voetbalacademie of in de jeugdopleiding allemaal moet doen en welke impact dat heeft ook op het gezin. Kun je daar iets over vertellen? Weet je daar iets van? Nou, ik heb zelf niet in de jeugdopleiding echt gezeten. Ik ben pas later gescout. Maar ik heb zeker verhalen gehoord. En het heeft heel veel impact op een gezin. Want hij moet natuurlijk 4-5 keer per week gewoon trainen. Zijn voeding moet aangepast worden. Hij wil op tijd naar bed. Dus een frietavondje, zeg maar, daar zit er niet echt in voor het gezin. Of ja, de speler in kwestie moet zelf apart gaan eten. Wat meestal niet leuk is natuurlijk in een gezinssituatie. Hij krijgt over het algemeen wat meer aandacht, want zijn ouders moeten hem toch 5 keer per week als iemand van onder de 12 naar de club brengen en weer ophalen op lastige tijdstippen. En als je dan nog 2 andere broers hebt, die krijgen wat in dat opzicht wat minder aandacht. Terwijl de ouders natuurlijk gewoon iedereen proberen te helpen, alleen hij moet veel meer uren steken in zijn, in zijn hobby, zeg maar. Ja. Nou, dat is wel een beste uitleg natuurlijk. Hij heeft nog een kleine vraag van, wat is de beste club waar je hebt gespeeld in je carrière? Nou, qua geschiedenis is dat denk ik de Graafschap misschien wel geweest, denk ik. Dat zal omhangen met VVV, denk ik, qua de geschiedenis van de clubs. Qua aantal jaren Eredivisie, promoties, na competitie, supporters, de grootte van de club. Ja. Ja, dus ik denk de Graafschap en VVV. Huub Stout heeft een vraag. Wat was dit seizoen jouw mooiste goal? Ik denk dat ik dan toch kies voor die van MVV uit. In de laatste minuut toen Youssef hem op mij legde en ik hem over de keeper binnen kan paal schoot. Ja. Dat was wel een heel mooi doelpunt. Ja, je had nog een paar mooie. Bij Helmond uit was ook een mooie. Ja, klopt, ja. En thuis bij tegen Eindhoven was ook een aardige. Ja. Maar dan toch moet kiezen, dan zou ik die van MVV uit. MVV uit. Dat was de eerste wedstrijd van het seizoen, hè? Geloof ik. Nee, dat was niet de eerste uitwedstrijd. Eerste uitwedstrijd. Ja, uitwedstrijd, klopt. De laatste vraag van de heer of mevrouw Dieker. Stel dat we promoveren, wat moet er dan gebeuren bij een club als de Graafschap? Eigenlijk gewoon grofweg gezegd geïnvesteerd worden in de selectie. En zeker 3-4 spelers, denk ik, erbij die...
die enige eredivisie ervaring hebben of momenteel uitblinken in de keukenkampioendivisie. En daarnaast kun je altijd proberen een verrassing aan te trekken vanuit het buitenland. Maar ik zou daar niet te veel naar op zoek gaan. Ik zou vooral wel nationaal blijven zoeken. Als je nou kijkt, het seizoen zeker na de winterstop ging crescendo. Stel, we waren niet in deze situatie terechtgekomen. Wat had jij verwacht? Hoe was het gelopen? Waren wij nog naar die eerste plek toegegaan? Ja, dat denk ik persoonlijk wel. We zaten in een hele goede flow. We kregen nou Helmond en NEC thuis. Ja, over het algemeen zijn wij thuis dit seizoen heel goed in vorm. En ja, wat dat betreft had ik er zeker vertrouwen in. En dan had je na de Interland, had je dan wel gelijk drie natuurlijk gigantische krakers gehad. Met Jong Ajax uit vrijdag, NAC maandag thuis en dan vrijdag Cambuur uit. Maar ja, ik had zeker een goede hoop zeg maar in de eerste twee wedstrijden, zeker tegen Helmond en NEC. En als je die twee weet te winnen, dan kun je die drie wedstrijden positief benaderen. En dan zit je nog steeds in een hele goede flow. En dan denk ik dat wij die drie wedstrijden met 7 punten minimaal zouden afsluiten. En dan hadden we zeker een sprong gemaakt naar de eerste plaats. Je bent positief gestemd, dat is mooi. Hoe ziet jouw dag er verder uit, Ralf? Ik word 's ochtends vroeg wakker. Dan op maandag moeten wij wegen. Hier thuis en dan doorsturen naar onze fysiek trainer Tom. En daarna heb ik een ontbijtje. Dan speel ik wat met de kleine. En dan ga ik in de middag even voor mezelf het bos in. Of fietsen of iets dergelijks. En dan kom ik thuis, douche ik. En dan ga ik weer met de kleine in de tuin. Of hij is aan het slapen. Speel ik even FIFA met mensen. Afgelopen dagen lig ik in de zon. En dan s'avonds op het bankje Casa di Papa kijken die nu online staat op Netflix. Inmiddels het gras al gemaaid, want we zagen wat beelden op Instagram voorbij komen. Maar af en toe met die grasmaaier een keer over die wei? Nou, ik heb geen grasmaaier. Dus als iemand er een te lenen heeft, dan kan hij hem achter bij me zetten. Dan zet ik hem daarna terug, want we moeten wel de afstand bewaren. Ik weet zeker dat Jos Broeks, onze supporter uit Lengel, binnenkort bij jou staat met een grasmaaier. Ik hoop alleen niet dat hij met de tractor je hele tuin overhoop rijdt. Bedankt voor deze reacties, Ralf. We zien elkaar snel. En ik zou zeggen, blijf lekker fit voor zover het kan. En dan tot op de Vijverberg. Gaan we doen, Mark. Bedankt voor het interview. De groeten. Doei, doei. Groetjes. Doei, doei. Doei.